Hoi! Weet je nog, lieve zeebonken, toen wij die woeste wateren aan het bevaren waren, wat we hebben meegemaakt? Zeemonsters? Juist, maar hoe zagen die er weer uit? Hoe maak je zelf een zeemonster? En beste garnaalsnoepers, wat hebben wij daarvoor nodig? Een hamertje, wat lijm, een nietjesmachine, een haartjesprikker, een schaar, een snijmes, wat houtstaafjes, wat kartonnen rolletjes, elastiekjes, draad en de lege melkdoos, een paar nageltjes en ik denk, oh, en de kousen van je mama. Stap 1, beste zeeslakken. Dekseltje eraf. Blijf je wat overplooien. Onderkant doen we hetzelfde. We geven een duw aan de maaldoos. Plooi je het gewoon over. En je hebt het. Daar hebben wij eigenlijk. Stap 2. Het lichaam. Beste anemonen. We nemen daarbij de toiletrolletjes. En een elastiekje. Ik kies voor een stukje elastiek. 4 centimeter. Hoeft niet meer te zijn. Netjes machine. Stap 3. Ook natuurlijk het staartje niet vergeten van het zeemonster. Neem een stukje karton. Dan draaien we gewoon dat stevig papier in een driehoekje. Mag eigenlijk geen probleem vormen. We nemen onze nietjesmachine. Hopla. Met een elastiekje. Zelfde lijn volgen. En voilà, ons lichaam is klaar. Stap 4. Halen wij het lipje los van de melkdoos. Plooien we dit naar voren. En haken we dit gewoon het eerste rolletje. Onze nietjes, gewoon de doos in. Stap 5. De kousen. Over de kop van een monster. Voilà. In één mooie beweging. Voilà. Stap 6. Daarvoor hebben we een stokje. Liefst een plat stokje ook. Je bekijkt het eventjes in de lengte, want we gaan onze draadjes hieraan bevestigen bij het eerste rolletje en dan bij het hoofd. Daarvoor moeten we eerst een soort T-vorm maken en gaan we daar eigenlijk een nageltje gewoon inslaan. Stap 7, de draadjes. Geef gewoon met een snijmes, wees wel voorzichtig. Een kleine inkeping in het hout. Nu gaan we de draadjes vastleggen. Het hangt er natuurlijk vanaf hoe lang je die draadjes om bent. Wat we eerst doen is een draadje nemen en we draaien dat rond ons stokje hout. Voilà. Zo. En dat is in orde. De draadjes aan het lichaam, volgens een stapje. De draadjes eventjes bekijken, ik zou die vasthangen. Als we hier het hoofd hebben, ik zou die vasthangen precies in het midden. Dit is fout. Dit is fout. Dit is juist. Knoop, die moet dus hier op het nietje vasthangen, net daar waar die knoop bevestigd moet worden. We gaan dat draadje laten eindigen bij het eerste rolletje. Dat doen we precies op dezelfde manier, gaan we gewoon met het draadje langs. Maak gewoon hier een knoop. Stap 8. Ogen, tanden. En noem maar op.
Gebruik jouw fantasie, beste zeebonken. Wat hebben jullie gezien in die verschrikkelijke stormen die we hebben meegemaakt op de oceaan? Stap 9. Mijn beste zeebonken, zoetwatermatrozen. Het is tijd. Tijd om uw stoutste nachtmerries opnieuw aan te pakken en die fantastische zeemonsters nu een lapje van eigen deeg te geven. Hier komen ze! Ach, laat ze maar komen! Watermatrozen, als je het zeemonster onder controle wil houden en netjes wil opbergen, doe het zo. Je neemt de houtjes vast en je draait gewoon aan de draadjes. Draaien, draaien, draaien. Zo. 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 En dan heb je minder kans dat die draadjes allemaal doorheen zitten. Je kunt dit netjes neerleggen. Voilà. En dan is het helemaal zoals het moet.